Goedemiddag iedereen. En nogmaals welkom bij een andere sessie van Let's Speak Dutch with Louisa. A very good afternoon to you all and welcome to another session of Let's Speak Dutch with Louisa. Like I promised last week, we are going to do a small test today. But of course, before we do the test, we'll repeat some of the things I've been learning in the past weeks. We gaan even dingen herhalen van wat je in de afgelopen weken hebt geleerd. En dan aan de hand daarvan gaan wij de toets doen vandaag. We hebben een leerling in ons bijzijn. En die gaat samen met ons de toets doen. Maar dat is pas straks. Dus pak je pen en papier. En luister naar Let's Speak Dutch met Louisa. You can listen to us via www.ghanatoday.com. Also, if you have to tune in app on your phone, just type in Ghana Today Radio. You can also watch us live on Facebook via Ghana Pictures and Videos, but also via Word FM at Ghana Today. So when you come on, please share the page. Share, like, and comment. Interactive session last week with Trinity Kwame. Trinity Kwame was someone that used to live in, or he is someone that used to live in the Netherlands. Hij woonde eerst in Nederland, maar daarna is hij verhuisd naar Frankrijk en hij sprak nog steeds een beetje Nederlands. Dus ik hoop dat hij vandaag ook weer gaat kijken, Trinity. Want vandaag zal jij de toets met ons doen, dus ik hoop dat je vandaag weer gaat kijken naar ons via Facebook. Iedereen nogmaals een hele goede middag en welkom bij Let's Speak Dutch met Louisa. Vandaag is sessie nummer 6. Today is our 6th session. And as I told you all last week, today we're going to have a small exams based on everything that we've learned in the past 4 weeks. So what we learned last week, we're not going to include it in today's exams. That will be for
the next exam that'll be coming up in another 4 weeks. So we're going to focus on everything that we learned in 4 weeks' time. So what are some of the things that we learned 4 weeks ago? Some of the things that we learned was how to have a conversation with someone that you don't know. Dus hoe heb je een gesprek of hoe ga je een gesprek aan met iemand die jij nog niet zo goed kent? So based on the time of the day that you're seeing that person, you greet the person with good morning, good afternoon, good evening. Dus goedemorgen, goedemiddag of goede avond. En dan vraag je, hoe heet jij? So what is your name? Hoe heet jij? And then the person mentions his or her name. And if you haven't heard the person correctly, you say, pardon, wat zegt u or wat zeg jij? Depending on whether it's an adult or whether it's someone of your own age group. Dus, pardon, wat zeg jij? And if it's, you want to say nice to meet you, then you say aangenaam kennis te maken. So, nice to meet you is aangenaam kennis te maken. So if you want to ask how someone is doing, there are 4 ways to ask how someone is doing. Hoe gaat het ermee? Hoe gaat het? Hoe is het ermee? Hoe gaat het met jou? Or hoe is het met jou? It all comes down to the same thing. It's all asking how the person is doing, but you can use different forms to ask how someone is doing. And then when it comes to responding whether you are good, you are doing okay, or you're not so good, then you can say, het gaat goed, which means you're doing well. Het gaat wel, which means you're okay. En het gaat niet zo goed, which means you're not doing well at all. So then you go on to ask the person, where do you come from? Uit welk land kom jij? Uit welk land kom jij? And with that you can respond by saying, ik kom uit Ghana. I come from Ghana. Ik kom uit Ghana. And they can ask the person, and you? So every question that someone asks you, you can ask the person, and you? And how to say and you is en jij or en u, depending on who you are talking to at that moment. Dus ik kom uit Ghana, en u, or ik kom uit Ghana, en jij. So then you respond by saying, ik kom uit Nederland, for example. Or ik kom uit Turkije, or ik kom uit Marokko, depending on where you are coming from. Welk taal spreek jij? Welk taal spreek jij? Which language do you speak? Welk taal spreek jij? Nou, ik spreek Nederlands, ik spreek Engels, ik spreek Ghanese. So depending on which language you speak, you answer with the kind of language that you speak. So if you speak multiple languages, the question would then be, welke talen spreek jij? So which languages do you speak? And then you answer with, ik spreek Nederlands, ik spreek Ghanese, en ik spreek Engels, or if you only speak 2 languages, you can also say, ik spreek Engels en Ghanese. Waar woon jij? Waar woon jij means, where do you live? Waar woon jij? Ik woon in Den Haag. I live in Den Haag. And you, or The Hague, and you? Nou, ik woon in Amsterdam, for example. So, waar woon jij? Ik woon in so, so and so. Then you reply by telling the person where you live. Ik woon in, and then you, followed by the city or the place where you live. Hoe ga jij naar, for example, the les, naar je werk, naar de studio, naar school? So that means, which means of transportation, or how do you go to your work, to school, to, in our case, the studio? How do you transport yourself? And there are various ways to go somewhere. For example, met de trein, with the train, met de bus, with the bus, met de metro, with the metro, met de tram, with the tram, op de fiets, on the bike, met de auto, with the car. So those are means and ways to transport yourself from one place to the other. And then you go on by asking the person some personal questions. For example, ben jij getrouwd? Ben jij getrouwd? Which is, are you married? Ben jij getrouwd? Are you married? And then you can answer by saying, ja, ik ben getrouwd. Or nee, ik ben niet getrouwd. Ja, ik ben getrouwd. Or nee, ik ben niet getrouwd. So yes, I am married. Or no, I am not married. If you've been married before and you've been divorced, you can then say, ik ben gescheiden.
ik ben gescheiden, which means you are divorced. Or if you're not married but you live together with your partner, you can say ik woon samen met mijn vriend or vriendin. So with my boyfriend or my girlfriend, vriend of vriendin. So you go on by asking if the person has kids. Heb jij kinderen? Or heeft u kinderen? So do you have kids? Ja, ik heb kinderen. Or nee, ik heb geen kinderen. So when the person says nee, ik heb geen kinderen, then you can't ask anything further about the children or kids. But if the person says I do have kids, yes, I do have kids, then you can ask hoeveel kinderen heb jij? Or hoeveel kinderen heeft u? So how many kids do you have? Hoeveel kinderen heb jij? Or hoeveel kinderen heeft u? Ik heb één kind, which means I have one child. Ik heb een zoon, I have a son. Ik heb een dochter, I have a daughter. Ik heb vier kinderen, I have four kids or four children. Waarvan één jongen en drie meisjes. Dus one boy and three girls. Or één dochter en drie zoons. One daughter and three sons. Depending on how many kids you have and the gender of your kids. Hoe lang woon jij al in Nederland? Hoe lang woon jij al in Nederland? How long have you been living in the Netherlands? So when you use the word al, it means that the person has been living in the country for a long period of time, which means 1 year or more. But if you don't know how long the person has lived in the country for, then you only ask, hoe lang woon jij in Nederland? Hoe lang woon jij in Nederland? So with that, you can answer by saying, ik woon al 1 jaar in Nederland. Or ik woon al 5 jaar in Nederland. But you can also say ik woon nog maar 2 weken in Nederland. Which means you've only been living here for just 2 weeks. Ik woon nog maar 2 weken in Nederland. Or ik woon nog maar een maand in Nederland. Which means I've only been living here for a month. So depending on how long you've been living in the country, you can say I have been living, ik woon al. Which means you've been living here for a longer period of time. But you can also say ik woon nog maar. Which means you've been living here for a short period of time. Dus ik woon nog maar 2 weken in Nederland. Or ik woon al een jaar in Nederland. So the days of the week, which we also learned how to pronounce a few weeks ago. We also did it again last week. We repeated it again last week. So maandag is Monday. Dinsdag, Tuesday. Wednesday, woensdag, Thursday, donderdag, Friday, vrijdag, Saturday, zaterdag en Sunday, zondag. So, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. And you also have the months of the year, which you also learned last week. So you have January, February, March, April, May, June, Juli, Augustus, September, October, November en December. So January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November en December. Those are the months of the year, which we also learned. So, once again, you have met someone that you don't know. You start by greeting a person based on the time of the day. Goedemorgen, goedemiddag, goede avond. And then you continue by asking the person what his or her name is. Dus hoe heet jij? You continue the conversation further by asking which country he or she comes from, where do you live, what are the means of transportation to your workplace, to your school,
to your classes. So depending on where you are going to, which country do you come from? How long have you been in the Netherlands? Are you married? Do you have kids? And then when the conversation has ended, when you have gotten all the information that you need to know about the person, the person also about you, you end by saying dag or doei or tot, depending on whether you know what day you're going to see the person again. So let's say, for example, you've made an appointment to see the person on Sunday, then you say tot zondag, or Monday, tot maandag, depending on when you're going to see the person again. And also tot ziens, which means see you. With tot ziens, you don't really know when you're going to see the person again, but you are certain that you're going to see the person again. So those are some of the things that we've learned in the past few weeks. So very soon, I hope that everyone has gotten their pen and paper ready. I'll be asking some questions, and if you know the answer, you can just call us on 070-7370507, 070-7370507. You can also call us on our WhatsApp line, which is also possible, which is +31 840 75266, +31 840 75266. I can see that a lot of people are watching us on Facebook. Mr. Ross McCoy, Kwame Opata is watching us, Florence Mofat is watching us, Faustina Yabua, Sharif Ibrahim is also watching us live on Facebook. I hope that you're all participating in today's exams as well. So we're going to go on a short break. When we come back, then we'll repeat what we learned again to make sure that everyone knows it well, and then we'll start with our exams. Yes, een hele goede middag iedereen. Dit is Let's Speak Dutch met Louisa. Op WFM at Ghana Today. We zijn iedere zaterdag live vanaf 1 uur op jullie radio, maar ook op jullie beeldschermen op Facebook. Dus je kan iedere zaterdag naar ons kijken via www.ghanatoday.com. Maar ook als je de TuneIn app hebt op je telefoon, dan kan jij Ghana Today Radio intoeten en naar ons luisteren. Je kan ons ook volgen op Facebook via WFM en Ghana Today, maar ook via Ghana Pictures en Videos. Je kan daar komen en kijken naar het programma, maar ook liken en commenten daarop. Miss our sections, you can just go to afroear.org, so www.afroear.org, and you can listen to the podcast. So if you can't watch it and you just want to listen to everything that we've learned so far, just go to afroear.org and listen to our podcast. You can also watch us live on Facebook. If you go to Facebook, Let's Speak Dutch, can just watch all the programs that we've had so far.
we hebben Vincent hier en ook met hem gaan we eerst een gesprek hebben. Vincent kan wel goed Nederlands spreken, dus hij gaat niet meedoen met de toetsen. Hij gaat niet meedoen met de toets straks. We gaan gewoon eerst even een gesprek met hem hebben. Well, Maxwell is asking, is this what is happening in Ghana right now? I don't really know what you mean with that question, Maxwell. Because we are broadcasting from our studio in the Netherlands. So this is not from Ghana, but it's from the Netherlands. We hebben Vincent hier en met Vincent gaan we een kort gesprek houden. Zoals ik zei, Vincent kan wel goed Nederlands spreken. Dus hij gaat niet meedoen met de toets. Een beetje? Weet je zeker? Ja, maar ik kan wel goed Nederlands. Ik kan wel goed Nederlands spreken. Toch? Klein beetje. Een beetje wel. Een beetje wel. Oké. Okay. Ik kan mijn best doen. Nou, Vincent gaat zijn best doen. Vincent heeft de afgelopen paar weken ook naar de Nederlandse les geluisterd. Dus we gaan even kijken hoe goed hij geluisterd heeft. En of hij alle vragen ook gewoon kan beantwoorden. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Oké, nou, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heet jij? Mijn naam is Vincent. Mm-hmm. Vincent. En jij? En jij? Ik heet Louisa. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed en met jij? Ja, met mij gaat het ook goed. Uit welk land kom jij? Ik kom uit Somalië. Je komt uit Somalië? Ja. Oké, okay, leuk, leuk. En jij? Ik kom uit Ghana. Ja, ik kom uit Ghana. En hoe lang woon jij al in Nederland? Ik woon 5 jaar in Nederland. 5 jaar? Nou, dat is lang. Ik woon al 20 jaar in Nederland. Dat is lang? Ja, dat is zeker heel lang. En ben jij getrouwd? Nog niet. Nog niet? Oké, okay. Leuk. En jij? Nou, ik ben wel al getrouwd. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel, dankjewel. Ik ben al getrouwd. En heb je ook kinderen? Ik heb kinderen. Je hebt kinderen? Ja. Oké, okay. Hoeveel kinderen heb jij? Ik heb 2 kinderen. Je hebt 2 kinderen? Oké, okay, nou dat is en heb jij ook kinderen? Nee, ik heb nog geen kinderen. Nee, ik heb geen kinderen. Hoe ben jij hier naartoe gekomen? Of hoe ga jij naar de studio? Ik ben met de fiets. Met de fiets? Ik ben met de fiets. Oké, okay. Dat is leuk. Dus je hebt lekker gefietst buiten. Ja, ja, lekker weer. Het is wel mooi weer vandaag, ja. Zeker, weer. Zeker. En even kijken, hoeveel talen spreek jij? Ik spreek Somalische taal. Yes. Engels. Aha. En een beetje Nederlands. Een beetje Nederlands. Oké, okay. Maar je Nederlands is wel goed hoor. Helemaal. Dank u wel. Top. Dank u wel. Top, 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 top. Nou, Vincent, aangenaam kennis te maken. En wie weet, tot volgende keer. Tot volgende keer. Yes. Dank u wel. Alsjeblieft. Yes, so that was Vincent that I had a small conversation with. Which is based on everything that we have been learning so far. So he was telling me that he is from Somalia. He has 2 kids. He's not married yet. He came to the studio on the bike. So he came with the bike, with the feet. En het gaat goed met hem. Everything is going well with him. And I said, tot de volgende keer. Which means, see you next time. So Vincent, how have you been finding the Dutch lessons so far? This is our 6th session today. So how have you been finding it so far? Yeah, it is good. Mm-hmm. It is leuk. Yeah. En ik wil meer leren. Je wilt meer leren. Ik wil meer leren. Yeah. Het is heel interessant. Mm. Ja, dus wat zijn zeg maar de dingen die jij belangrijk vindt om te leren? Ja, ik denk, ik wil meer leren over de school en kinderen. Oké. Okay. Ik wil goed communiceren met mijn kinderschool. Oké. Okay. Dat is meer dat. Uh-huh. En ik wil ook meer leren hoe kan ik vrijwillig werk kan krijgen. Oké. Okay. Formulier invullen. En ook een manier om vrijwillig werk kan krijgen. Oké. Okay. Ik wil ook meer Nederlandse cultuur
Leren. Over de Nederlandse cultuur. Oké. Okay. Nederlandse eten. Mm. Nederlandse museum. Museum. Yes. En zo dingen. Meer over Nederlands leren. Ja. Oké. Okay. Nou, Vincent die zegt dat hij meer over Nederland wil leren. Over hoe hij vrijwilligers werken kan krijgen. Over hoe hij met de school van zijn kinderen kan communiceren. Dit zijn allemaal dingen die Vincent zal willen leren. Dus als je ook al deze dingen wil leren, kan je elke week op de zaterdag live naar ons kijken. Via Ghana Today Radio kan je naar ons kijken. Maar je kan ook de dagen daarna, dus stel je voor je hebt vandaag de lessen gemist, dan kan je op de maandag, op de dinsdag of op elke andere dag, kan je naar afroero.org. En dan kan jij even lekker naar de podcast gaan luisteren. Maar ook via YouTube kan jij naar het programma kijken. Naar ons en wat wij allemaal daar aan het doen zijn. Dus we gaan ook zeker dingen leren over hoe je vrijwilligerswerk kan krijgen. Dus wat zijn de dingen die jij kan vertellen over jezelf? Hoe kan je een formulier invullen voor vrijwilligerswerk? Maar ook als je een gesprek hebt op school met je kinderen, hoe ga je zo'n gesprek aan? Wat zijn de dingen die je moet vragen als ouder aan de leraar van je kind? En ook over de Nederlandse cultuur. Dus wat voor eten vindt Nederlanders lekker? Een beetje Nederlandse historie. Welk museum of musea zijn er allemaal in Nederland waar je naartoe kan? Dus dat gaan we allemaal leren. We gaan met een korte pauze en als we terug zijn, dan gaan wij met de examen beginnen. Dus iedereen die thuis is, maar ook iedereen die naar ons kijkt via Facebook, jullie kunnen ook meedoen aan die examen. Nogmaals een hele goede middag iedereen en welkom bij Let's Speak Dutch met Louisa. Wij zijn weer terug. Like I said, when we come back, we are going to start with the exams. My student is here, so very soon we're going to start with the exams. So let's real quick repeat what we have learned
So far, I'm going to repeat it with Vincent. Like I said, Vincent's Dutch is very good. So I'm going to repeat it with him. And then let's see if our students will be able to pick up one or two things. But also the people that listen to us at home and those that are watching us on Facebook as well. I hope they'll be able to pick up one or two things. Goedemiddag, Vincent. Goedemiddag, Louisa. Yes, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. En met jou? Met mij gaat het ook goed. Well, ik weet al hoe je heet, maar hoe heet jij? Ik heet Vincent. Ja. En hoe heet jij? Ik heet Louisa. Uit welk land kom jij? Ik kom uit Somalië. Komt uit Somalië? Nog steeds. Nog steeds. Leuk. Oké, nou, ik kom uit Ghana. Allebei in Afrika, dus komen allebei uit het Afrikaanse continent. Yes. En welke taal spreek jij? Somalische taal. Uh-huh. Engels. Ja. En een beetje Nederlands. Een beetje Nederlands, oké. Nou, dat is leuk. Waar woon jij? Ik woon in Den Haag. Je woont in Den Haag. En waar woon jij? Ik woon in Amsterdam. Ja, ik woon in Amsterdam. Hele, hele mooie stad. En hoe ga jij naar de les? Of hoe ga jij naar je werk? Ik ga met de fiets. Je gaat met de fiets? Ja. Leuk, leuk. En jij? Ik ga met de auto. Wat? Ja, met de auto ga ik. Mooi, je bent een rijke vrouw. Nee hoor. Auto is normaal in Nederland. Ben jij getrouwd? Nog niet. Nog niet? Oké. Leuk. En waarom nog niet? Het komt nog. Ik ben aan het voorbereiden. Voorbereiden. Nou, dat is altijd belangrijk. Zeker belangrijk. En heb jij kinderen? Ik heb twee kinderen. Ik heb twee kinderen. Ja. Een jongen en een meisje of alleen een jongen of alleen een meisje? Een jongen, één meisje. Een jongen en één meisje. Dus ja. Je hebt een dochter en een zoon. En een zoon, oké. Ja. Nou, dat is super leuk. En hoe lang woon jij al in Nederland? Ik woon 2 jaar in Nederland. 2 jaar woon jij in Nederland. Oké. Nou, ik woon al bijna 20 jaar in Nederland. Zo. Ja. Lekker lang, hè? Dat is lang. Zeker, zeker, zeker. Nou, Vincent, aangenaam kennis te maken. Krak je dan? Of yes. Ook aangenaam. Aangenaam. Yes. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Nou, doei. Daag. Yes, that was us having a conversation with Vincent, whereby... Like I said, based on everything that we have learned so far. So my student is also here. And we're going to test and see how well he has been paying attention in the past few weeks that we have been doing Let's Speak Dutch with Louisa on Wet FM at Ghana today. Every week on Saturdays, you can tune in and listen to us live via Ghana Today Radio, but also via Wet FM at Ghana Today on Facebook and Ghana Pictures and Videos as well. I hope that you are ready. Ben je klaar voor? Ja. Ja? Oké. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heet jij? Hoe heet jij? Ja, hoe heet jij? Ik ben Justice. En jou? Ik heet Louisa. Uit welk land kom jij? Wat? Uit welk land kom jij? Uit welk land kom jij? Ik kom naar Ghana. Je komt uit Ghana? Uit Ghana. Oké, nou dat is heel goed. En welke taal spreek jij? Welke taal spreek jij? Spreek jij Nederlands? Spreek jij Engels? Engels en klein Nederlands. Klein beetje Nederlands. Klein beetje. Ja. Oké, dus jij spreekt Engels en een klein beetje Nederlands. Yes. Nou, dat is helemaal goed. Waar woon jij? Waar woon jij? Ik woon in Den Haag. Woon je in Den Haag? Ja. Oké, ik woon ook in Den Haag. Ja. En hoe ga jij naar de les? Of hoe ben jij hier gekomen? Ben je met de auto, met de fiets, met de bus? Ik kom met... Je komt met de fiets? Ja. Oké, nou dat is heel goed. Ben jij getrouwd? Mag ik dat vragen? Ben jij getrouwd? Ja. Ik ben getrouwd. Je bent getrouwd? Ja. Nice. En heb je ook kinderen? Geen kinderen. Je hebt geen kinderen? Ja. Oké, super. Nou, dat is ook goed. Hoe lang woon jij in Nederland? Hoe lang woon jij in Nederland?
2 jaar in de Nederland. Je woont al 2 jaar in Nederland. Nou, dat is niet zo, niet zo lang. Als ik zeg maandag, which day is maandag? Monday. Donderdag. Thursday. Vrijdag. Friday. Zondag. Sunday. Dinsdag. Tuesday. Oké. En dan als ik zeg augustus, which month of the year is that? August. If I say January, how do you say that in Dutch? January. Oké. And if I say maart, which month of the year is that? Maart. March. Oké. October. It's October. How do you say June in Dutch? June. Yeah. July is July. Yeah. And June is? June, the same June. Nee, juni. 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 Yeah, the juni and juli. Okay, nou, dat is helemaal goed. And how do I say, now, the very easy one, December. December. Yeah, December is December. So, meneer Justice, je zegt jij woont in Den Haag. Je woont al 2 jaar in Nederland. Jij komt uit Ghana. En je bent met de fiets naar hier gekomen. Yes. Je bent getrouwd, maar je hebt nog geen kinderen. Klopt dat? Ja. Ja. En vind je het leuk in Nederland? Vind je het leuk in Nederland? Vind je het leuk in de Nederlands? Ja. Do you like it in the Netherlands? Heel goed. Is heel goed. Ja, het is heel leuk. Ja. Vind je het heel leuk in Nederland? Ja, heel okay. goed. Oké, nou mooi. En welke eten vind jij lekker? Eten vind je lekker? Ik eten... patat. Patat, oké. Okay. Met kip. Met kip, lekker. Beetje sla. Beetje sla, jij houdt niet van sla. Dus patat met sla en kip. Vind jij lekker? Oké. En vind je Den Haag een leuke stad? Den Haag? Een leuke stad? Den Haag? Ja. Vind je Den Haag een leuke stad? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Amsterdam is beter. Waarom? Amsterdam is beter. Oké. Okay. All the hate people that are listening. He said that Amsterdam is better. Jij vindt Amsterdam beter? Ja. Oké. Okay. Is er iets wat jij wilt vragen aan mij? Of is het goed zo? Oké. Okay. Jij getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. Wanneer? Ik ben in augustus getrouwd. Nee, 2 maanden geleden. Is goed. Ja. Maar je hebt het heel goed gedaan. Echt, voor iemand die pas 2 jaar in Nederland is, heb je het echt top gedaan. Ja? Rustig, hè? Ik ga rustig praten, dan kan je mij beter begrijpen. Goed? Is goed. Ja? Dus blijf jij nog even zitten? Of, met? Dan gaan we even nog nieuwe dingen erbij leren voor vandaag. Ja? Ja, is goed. Super. Nou, dat was Justice. Hij heeft heel veel vragen goed beantwoord. Hij woont pas 2 jaar in Nederland, dus heeft het wel... wel goed gedaan. Well, last week, and that was the exam that we did for today. Oh, I've seen some comments on Facebook from Madame Sab. He said Mr. Ishen on the hot seat. Well, Mr. Ishen is indeed on the hot seat for today, but he did an amazing job. He did an amazing job and he answered a lot of the questions correct. So last week we learned about nouns. So the singular and the plural version. So, Justice, do you know the plural version of vrouw? So, vrouw is singular and plural is? Do you know that? No. Vrouwen. So, vrouw is singular, vrouwen is plural. Vriend is singular, so? Vrienden. Vrienden is plural. Maand is singular. Maanden. 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 Okay, yes, yeah. Maand. So a fiets. Maand. En? Fiets. Fietsen. Fietsen
Yeah, so with a lot of the words in Dutch, the plural form you add en to it. So vrouw, vrouwen, vriend, vrienden, maand, maanden, fiets, fietsen, trein, treinen, brief, brieven, man, mannen, vriendin, vriendinnen, bus, bussen, juist, les, what? Les, lessen, juist, klas, klassen, kijk, zie je, naam, namen, juist, taal, talen, ja, week, weken, yes, vraag, vragen, super, 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 maar je hebt ook woorden, there are also words, where you only add an S to it in the plural form. So in the singular form, for example, you say jongen, and the plural form is jongens. Okay, so another word, tram. Tremmen. Nee, trams. Trams. Yes. Dochter. Dochter. So dochter, and then you have dochters. Dochters, yes. Zoon. Wait, what is the difference? So it depends on the word, because some words, when you say it with emmen, I don't know, I don't really know the history behind it, but it doesn't sound right. You can't say tremmen, ik ga de tremmen pakken, ik ga de trams, ik ga de jongens. Because jongens already has an en, so you can't add an extra en to it, else be jongen. Okay. Yes. But dochters, dochteren. Zones, with zone, with that one, you can say zonen, that is possible, or zones. So it depends on the word, but it's hard to know why it is being written in that way. But I do know that majority of the words in Dutch, the singular form is just how you write it, and the plural form is with en behind it. But exceptions are like jongens, trams, dochters, zones, and autos, for example. So, let's repeat the words again. Let's see if you remember. Vrouw. Vrouwen. Vriend. Vriendin. Maand. Maanden. Maanden, yes. Fiets. Fietsen. Yes. Trein. Trein. Treins. Treinen. Treinen. Ja, tram. En dan je trams. But train, but it's the training. Same thing. It's not the same. A train is different from a tram. A train and a tram. See, tram is the ones that are in the city, and trains are the one that goes far distances. So, the man. Mannen. The mannen. The vriendin. Vriendinnen. Yes. The bus. Buses. Nee. The bus. Bussen. The bussen. Yeah. The klas. Klassen. The les. Lessen. Super. De jongen. Jongens. Juist. De tram. De trams. Ja. De dochter. Dokters. Ja. En de zoon. Zones. 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 Ja. En dan de auto. Autos. Super. Helemaal super. So in Dutch, there are some words that when you write with one letter, it means something totally different than when you write it with two letters. So, and how you pronounce it too can be different. So like, for example, bal, a, is with one a. But man, which is moon, is with two a. So when it's one a, it's a. When it's two a's, it's a. So bal, man, with the O also, for example, when it's one O, it's O. When it's two O's, it's O. So, zon, boom. Zon, boom. Bal, man. So, the pronunciation depends on whether the word is being written with one A or two A's, and one O or two O's. And why am I saying that it can mean something totally different? Month is basket, which is written with one A. When you write it with two A's, maand, which is the month of the year. So you have month,
which is basket, and maand, which is the month of the year. Rat, raad, mat, maat, zak, zaak, hak, haak, ram, raam, bart, baard, bal, baal, man, maan, lat, laat. So that one letter difference can make the word mean something totally different. So a month is a basket, and maand is the month of the year, and zak is a bag, but a zaak is a business. This a zak and a zaak means something totally different. You also have Bart, which is someone's name, like Bart, a male's name, but Bart is a beard. Ball and ball, a man, which is a man, and a man, which is the moon. So that's why you have to watch the spelling of the word, because just that one letter can make it mean something totally different. So that is what we learned last week as well. You've also been able to do the exams for today. From next week, we will start focusing on how to get volunteers jobs. So what are some of the requirements for volunteers job? How can you go to, when you go to a job interview or a work interview, what are some of the things that they'll be asking you, and how can you reply to them, and also learn how to fill a form. So I hope that next week people will come online on Facebook, because I'll bring an actual form and then we will go through it together to see how you can fill out the form. What are the best ways to fill out your form? So I hope that you all had an amazing time, a very educative time with us at Let's Speak Dutch. Well, Justice did amazing with the little Dutch that he was able to speak. So next 3 weeks again, we'll do another exams based on the things that we will be learning. And once again, if you're home, you can always just call in and ask whatever question that you want to ask. If you're on Facebook as well, you can also message us in the comment section to ask any question that you wish to ask. At the end of the program, we come back on Sunday. So Sunday, we repeat everything that we learned on Saturday. And after that, you can also watch us on YouTube at Let's Speak Dutch, and also podcast via afroero.org. So maybe if you're outside, if you're working, if you're doing something and you can't watch the videos, just put in your earphones and just turn on the podcast and listen to Let's Speak Dutch with Louisa. This was session number 6. Next week we'll come back with session number 7. Like I said, we'll learn on how to apply for a volunteer's job, vrijwilligerswerk. How can you apply for vrijwilligerswerk, and how to fill in a form, who fill you and formulier in. So we'll see you next week, same time, same channel. In the meantime, continue to speak Dutch.